Welkom bij De Nieuwe Wereld. Mijn naam is Marlies Dekkers en mijn gast vandaag is Saskia Bosman. Saskia, welkom. Dankjewel. Jij bent medisch bioloog en zelfstandig onderzoeker. Ja. En jij verdiept je al 40 jaar in de mens. Met name de DNA-cellen, de hersenen, bewustzijn en evolutie in de context van het milieu. Ja, inderdaad. Goeie introductie. Ja hoor, prima. Het introductietje ook zelf altijd op de pamfletten van mijn lezingen en zo. Heel fijn. We gaan het vandaag over één ding hebben en dat is de pijnappelklier. Daar ben jij helemaal in gespecialiseerd. Je hebt heel veel boeken meegenomen ook. De epifyse wordt die ook wel genoemd, hè? Ja. En het is een hormoonklier, maar het woord is aan jou. Waarom is die pijnappelklier zo fascinerend dat jij daar al... Nou ja, hoe lang ben je daarmee bezig? Nou, al een jaar of 40, 45. Blijft die jou fascineren? Ik weet niet of je weet wat ik doe, maar ik ontwerp lingerie. Ja, daar kwam ik achter. Ik zag dat inderdaad op het internet. En dan zeggen mensen altijd, hoe kan je nou 30 jaar gefascineerd zijn? Want dat is ook maar een heel klein stukje stoffen. Door zo'n klein terrein, om daarmee bezig te zijn. Maar bij jou is dat terrein nog kleiner. Want hoe groot is die pijnappelklier? Nou, dat is maar een heel klein kliertje. Hij is maar 4 bij 7 millimeter klein. En hij bevindt zich in het centrum van onze hersenen. En dat is hier? Ja, je zou kunnen zeggen, als je de bovenaanhechtingen van je oren aan je hoofd neemt, daar precies midden tussen. Oké, en dan in het midden ook weer? Ja, de epifyse, die zit daar, de pijnappelklier, je moet hem niet verwarren met de hypofyse, die zit er enkele centimeter onder en voor. Die zit zo achter boven de neusholte. Als je naar de hersenstam, als dit de hersenstam is, dat is het verlengde van het ruggenmerg. En het is ook niet meer dan dit, dan die vinger, qua dikte en zo. Dan hangt hier de hypofyse. En dan zit hier achterop, dus achterop de kop van de hersenstam, daar zit de pijnappelklier. Op zich, zover als ik weet, weten we eigenlijk helemaal nog niet zo heel veel van onze hersens. De kennis daarover is nog niet heel groot. Nee, inderdaad. We beginnen pas een beetje van onze hersenen te begrijpen en hoe die werken. En de hersenen die hebben mij altijd gefascineerd, eigenlijk al vanaf mijn tienerjaren, toen ik zo 14, 15 jaar oud was. En ik was ook ontzettend geïnteresseerd in het bewustzijn en hoe wij in andere staten van bewustzijn kunnen komen. Ik was niet met drugs bezig destijds, maar ik was wel geïnteresseerd in yoga en meditatie. En ik dacht van, ja, waar vind ik dat terug in de hersenen? Ik las dus allerlei boeken over hersenen. Die gingen puur over het anatomische en fysiologische aspect van de hersenen. Dus hoe zitten ze in elkaar, wat is de structuur? En, als een soort motortje. En hoe functioneren ze? Maar niks over die bewustzijnskant. En toen las ik op een gegeven moment in 2 nummers van Prana 2 artikelen over de pijnappelklier. Het eerste was ook puur fysiologisch en het belang van de pijnappelklier voor ons waak-slaapritme, voor onze gezondheid. En het tweede artikel, dus deel 2, dat ging over wat men in hele oude culturen in het Verre Oosten al heel lang weet over de pijnappelklier. En dan gaat het ineens over bewustzijn, over spiritualiteit. En dat fascineerde mij enorm. Dus ik dacht, oh, die pijnappelklier, die is interessant. Uiteindelijk zijn de hele hersenen betrokken bij spirituele ervaringen. Niet alleen de pijnappelklier, maar het is toch wel een soort van centrale ontvanger. Nou, sindsdien heeft die pijnappelklier mij mateloos gefascineerd. En ben ik dus alles gaan opzoeken over de pijnappelklier tijdens mijn biologiestudie. En ook toen ik met mijn promotiewerk bezig was. Toen dook ik regelmatig. Ik ben dan afgestudeerd als medisch bioloog, celbioloog. En ben ik gepromoveerd op een medisch biologisch onderwerp. Niet wat de hersenen betreft. Het ging over de warmte-effecten van lasers op weefsels. Dus lasers die toen de tijd in de chirurgie geïntroduceerd werden. Maar
Ik dook daar regelmatig de medische bibliotheek in om weer informatie over de pijnappelklier te zoeken. En over hersenen en bewustzijn uiteraard. En ook daarna, toen, na mijn promotie, toen die promotiebaan afliep, toen ben ik als zelfstandige verder gegaan. Ik was naast mijn werk al bezig met het geven van hersentrainingen. Zoals hoe ontwikkelen we zowel de rechter als de linker hersenhelft, laten we ze met elkaar samenwerken. Nou, die pijnappelklier zit daar precies tussen. Maar kan je dat sturen? Ik doe, mijn hersens doen maar wat, tenminste, ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Dus ik voel en ik praat, maar kan ik dat dan beïnvloeden? Jazeker. Ja, dat kun je, dat kun je bewust beïnvloeden met allerlei oefeningen. Er zijn allerlei oefeningen om bijvoorbeeld je linker en je rechter hersenhelft met elkaar te laten samenwerken. Kan je een voorbeeld geven? Nou, zoals allerlei lichamelijke, met je lichaam kun je dat oefenen, want de hersenen sturen het lichaam. En met het lichaam kun je ook weer de hersenen beïnvloeden. Door bijvoorbeeld afwisselend met je rechter elleboog naar je linker knie te gaan. En dan vervolgens met je linker elleboog naar je rechter knie. En zo doe je dat een paar minuten. En dan gaan die twee hersenhelften, als een stelletje wilde, met elkaar communiceren via de hersenbalk. Dat is de verbinding tussen ons linker en rechter hersenhelft. En dan gaan ze dus ook meer samenwerken. Het is maar één voorbeeldje. Ja. Er zijn veel meer oefeningen. Je kunt ook oefeningen doen met de ogen. Met ademhaling. En dat zijn zelfs hele oude yoga oefeningen die je kan doen. Dus afwisselend door je linker en je rechter neusgat. Ja, moet ik van mijn yoga juf altijd doen. Gaat heel moeilijk. Vind ik heel ingewikkeld. Maar dat is dus ook een oefening met precies. elkaar te laten praten. Ja, ja. En je kunt allerlei visualisatie oefeningen doen. En geef daar eens een voorbeeld van. Een voorbeeld is dat je stelt je boven je hoofd een zon voor. En dan laat je in gedachten je linker en je rechter hersenhelft vollopen met zonlicht. En dan na een halve minuut of zo, dan kijk je of die twee hersenhelften gelijkelijk gevuld zijn met zonlicht of ongelijk. Als het ongelijk is, nou dan vul je vanuit de meest met licht gevulde hersenhelft de minst met licht gevulde hersenhelft. En dan vervolgens laat je ze helemaal opvullen door het licht van de zon. En dan geef je dat licht in die twee hersenhelften in gedachten twee verschillende kleuren. En die kleuren laat je via de hersenbalk door elkaar heen lopen en ontstaat er een derde nieuwe kleur die niet het gevolg hoeft te zijn, zeg maar, die geen logisch gevolg hoeft te zijn van de vermenging van die kleuren. Maar dat is een hele sterke visualisatieoefening waardoor je de twee hersenhelften met elkaar verbindt en eigenlijk helpt om meer met elkaar te gaan samenwerken. Nou, prachtig voorbeeld. Maar de pijnappelklier is ook een hormoonklier. Ja. Dat is dan weer even de andere kant. Zeker. De celletjes van de pijnappelklier zijn zowel neuronen, dus zenuwcellen, net als alle andere hersencellen. Dat zijn cellen met vertakte uitlopers. Via die uitlopers staan ze met elkaar in verbinding en communiceren ze met elkaar. Maar de pijnappelkliercellen zijn niet alleen neuronen. Ze zijn ook hormoonproducerende cellen. Ja, dat is... En welke hormonen produceren ze? Ze produceren overdag, als het licht is buiten, de pijnappelklier die staat in verbinding met onze twee ogen. En via de ogen ziet de pijnappelklier dat het nu bijvoorbeeld overdag is. Er komt daglicht binnen. Maar reageert die ook op kunstlicht? Ja, ook op kunstlicht. Als daar een flinke component blauw in zit. Als ik bijvoorbeeld kijk naar die heldere witte filmlampen hier. Ja. Waardoor we er zo knap uitzien. Die hebben ongetwijfeld flink veel blauw in zich, dat licht. En de pijnappelklier die ziet dat via onze twee ogen. En daardoor produceert de pijnappelklier nu het waakhormoon serotonine. Dus daar blijven we wakker van. Serotonine wordt ook door onze darmen aangemaakt, maar dat blijft grotendeels werkzaam in ons buikgebied.
En een heel klein beetje siepelt door in de bloedcirculatie. Maar van het serotonine in de bloedcirculatie is aangetoond dat het meeste uit de pijnappelklier komt. Zou je niet verwachten, want die darmwanden zijn een enorm oppervlak. En die pijnappelklier is maar zo'n dingetje. Ja. Maar die pijnappelklier die is enorm doorbloed. Het is op de nieren na is het meest doorbloede orgaan van het lichaam. En er zitten allemaal van die haarvaatjes in, van die microbloedvaatjes. En de pijnappelklier steekt ook nog eens een keer uit in een bloedholte, die deel uitmaakt van een ader in de hersenen. En de pijnappelklier is een hol orgaantje, staat met twee holle pootjes in verbinding met onze derde hersenholte. Die zit in de bovenkant van de hersenstam. En is daardoor dus ook gevuld met hersenruggenmergvloeistof, waardoor die hormonen niet alleen onze bloedcirculatie ingaan, maar ook via het hersenruggenmergvocht direct naar allerlei andere hersendelen kunnen. Nou, en heel veel hersencellen die hebben receptoren voor serotonine. En serotonine zorgt ervoor dat ons reticulair activerend die zorgt ervoor dat onze neurobiologische klok geactiveerd wordt. Dat is de suprachiasmatische kern. Nou, dit medische potje is Latijn. Dat betekent volgende, supra betekent bovenop en chiasma betekent kruising. Hij ligt aan dat kerntje, die suprachiasmatische kern, die ligt aan de onderkant van onze hersenen. Bovenop de kruising van de oogzenuwen. Hè. Die oogzenuwen gaan zo naar binnen, dan kruisen ze elkaar aan de onderkant van de voorkant van onze hersenen. En op die kruising ligt dat kerntje. En het is eigenlijk een hele wisselwerking tussen de pijnappelklier en die neurobiologische klok, die suprachiasmatische kern. Want ook die suprachiasmatische kern die staat in verbinding met onze twee ogen. Die ziet dus ook dat het dag is. Saskia, even korte onderbreking. Ik ben hier bovenmatig altijd in geïnteresseerd geweest, omdat ik een hele slechte slaper ben. Mm. En op een gegeven moment kwam ik erachter, dus ook van dat daglicht, dat het eigenlijk misschien mijn slaapproblemen 's nachts al komen als ik 's ochtends niet genoeg daglicht in mijn ogen krijg. Dus nu doe ik ook zonder bril, want dat blokkeert ook, kijk ik heel erg zo van dat mijn ogen genoeg daglicht ontvangen, zodat ze heel goed snappen, het is nu dag. Zodat ze ook later weer beter snappen als het donker wordt, het is nu donker en nu kan je gaan slapen. En want dat is wat die pijnappelklier onder andere reguleert. Hè? Ja, inderdaad. En de pijnappelklier die mag dus ook niet 's avonds, als het donker is, aan blauw licht blootstaan. Dus van die hele felle witte lampen kun je 's avonds beter uitdoen. En je mobiel bijvoorbeeld. En dan lampen met een warme kleur aanzetten. Dus wat je gelige, oranjige, rozige lampen. Of kaarslicht? Kaarslicht ook prima. Dat is ook gelig. En daar zit ook wel wat blauw licht in, maar heel weinig blauw licht. En dan zal de pijnappelklier dat interpreteren als donker. En dan zet de pijnappelkliercellen, die zetten het serotonine, dus het waakhormoon, om in melatonine, het slaaphormoon. En daar worden we slaperig van. En vallen we in slaap en slapen we ook door. En als jij dus inderdaad je ogen goed de kost geeft, zal ik maar zeggen. Ja, met daglicht, hè? Zonder bril goed in het daglicht kijken. Ja. En dan 's avonds als het donker is, ook weer zonder bril laten zien dat het echt donker is, dat er geen blauw licht meer is. Dan bevorder je juist een gezond waakslaapritme. Ja. Nee, maar ik ben er ook achter gekomen dat mensen dus net als ik, weet je, ik heb een bril nodig en of ik doe lenzen in, maar dan sluit ik dat ook af. Dus ik moet of kiezen van, nou ja, ik zie het niet zo goed, maar dan snappen mijn ogen in ieder geval wanneer het donker en licht is. Of ik zie goed, maar dan snappen ze niet wanneer ik moet gaan slapen en wanneer ik wakker word. Dus dat is natuurlijk wel wat er met een bril gebeurt. Ja, als er een blauw filtercoating op je bril zit, dan wordt het blauw licht tegengehouden. En dan is het inderdaad beter om ook
een aantal periodes per dag gewoon zonder bril te kijken. Wanneer je die bril even niet nodig hebt. Ja, ja, ik doe er allemaal van die hippe kleuren in. Maar dat werkt voor dit geval allemaal niet zo goed. Ja, en wat ook belangrijk is, dat is onze beeldschermen. Al die platte schermen van de televisie, van telefoons, van tablets, van computers. Die hebben ook een flinke blauw component. Het hele lichtspectrum zit erin, maar het maximum is in het blauw van die beeldschermen. Maar daar heb je tegenwoordig allemaal digitale blauwfilters voor, die je gratis kan downloaden en kan installeren. Tegenwoordig systeemsoftware is vanzelf al uitgerust met een blauwfilter wat je aan kan zetten. En dat is dus ook wat ons opbreekt, 's avonds laat, als mensen tot 's avonds laat achter een beeldscherm zitten, dan zonder dat die blauwpiek eruit gefilterd wordt, dan wordt die pijnappelklier dus ook voor de gek gehouden. Die denkt dat tot 's avonds laat dat het nog volop dag is. Ja. En vergeet gewoon melatonine te produceren, waardoor slaapproblemen ontstaan. Kort samengevat, goed waak-slaapritme wordt vanuit de ogen aangestuurd, grotendeels. Ja, inderdaad. Dan heb je ook nog een prachtig verhaal over het derde oog. En dat ook als we nog maar net in die baarmoeder gemaakt worden, dat we dan nog dat derde oog hebben, dan gaat dat meer naar achter toe. Prachtig verhaal. Ja, dat is eigenlijk de herhaling van iets heel ouds uit de evolutie. Zo even voor het gemak uitgaan van de neo-darwinistische evolutietheorie, zoals die aan de universiteiten gedoseerd wordt, dan zou je kunnen zeggen dat evolutionair heel oude diersoorten, zoals vissen, amfibieën en reptielen, dat die een biologisch derde oog hebben. Dus een oogje boven op de kop, tussen de gewone twee ogen in. En die zit bij die dieren meestal aan de zijkant. Maar boven op de kop zit dan nog een oogje dat de wisselingen van dag en nacht in de gaten houdt. Hij is niet beeldvormend en bij de meeste dieren zie je hem ook niet. Zit hij onder de huid of onder een dun plekje in de schedel. En dat oogje is onderdeel van de pijnappelklier. Hij zit dus vast aan de rest van de pijnappelklier die bij die dieren, net als bij ons, achter op de bovenkant van de hersenstam zit. Nou, die hersenen van deze wezens is ook niet veel meer dan een hersenstam. En bij een menselijk embryo zie je hetzelfde gebeuren. En er wordt vaak gezegd dat we in onze embryonale ontwikkeling versneld de evolutie van gewervelde dieren herhalen. Nou, in grote lijnen is dat ook zo. En je ziet dan bij een menselijk embryo van een paar weken oud, dat daar is de eerste herkenbare hersenstructuur de pijnappelklier. En de pijnappelklier die vormt aan een heel dun zenuwdraadje een oogje. En dat oogje komt te liggen op de plek waar later bij de baby de fontanel ontstaat. Maar binnen de volgende paar weken trekt de pijnappelklier dat oogje weer in zich terug. En dat verklaart waarom we in volwassen pijnappelklieren soms nog cellen aantreffen die lijken op oogzintuigcellen of ooglenscellen. Prachtig verhaal. We vliegen door de tijd heen, dus ik wil toch nu graag naar die bewustzijnsniveaus. Hè, waar je volgens mij hier ook heel veel boeken over hebt liggen. Ja, en dat is misschien nog wel het mooiste verhaal. En we hebben het over serotine gehad, melatonine gehad, maar het maakt ook pinoline DMT en 5-MeO-DMT. Ja, inderdaad. En dat zijn bewustzijnsverruimende. Ik ken DMT alleen maar van vrienden die dat als drugs gebruiken. Dus, dus dat is. En ze zeggen dat ze een kwantumsprong maken en dat soort dingen. Maar de pijnappelklier maakt hem zelf ook. Ja, de pijnappelklier is eigenlijk ons interne drugslaboratorium. Geweldig verhaal. Je kunt DMT van buitenaf innemen. Het is de werkzame stof in ayahuasca bijvoorbeeld. En die andere twee stoffen die vind je ook in allerlei natuurlijke producten, bepaalde planten, paddenstoelen, cactussen, noem maar op. We maken het ook zelf, dus we hebben het eigenlijk niet van buitenaf nodig. We maken het gewoon zelf aan met onze pijnappelklier. Het melatonine, het slaaphormoon, dat kan namelijk door de pijnappelkliercellen omgezet worden in pinoline, 5-MeO-DMT en DMT.
En dat zijn bewustzijnsverruimende hormonen die elk hun eigen spectrum van werkingen hebben. En er is een biochemicus in Amerika, James Calloway, die heeft onderzoek gedaan aan alle hormonen die de pijnappelklier produceert. En dan met name die bewustzijnsverruimende hormonen. En hij heeft de theorie dat als wij in de slaap in de droomfase komen, dus de fase dat we echt levendige dromen hebben, dan begint de pijnappelklier het melatonine om te zetten in die achtereenvolgens in pinoline, dan 5-MeO-DMT en dan DMT. Waardoor we dus al die belevenissen kunnen hebben in een droom. Ja, ik vind dat zo fantastisch, als je droomt, tenminste de keren dat je ze dan in ieder geval herinnert. Ja. Ten eerste wordt er iets aangemaakt waardoor je paralyzed. Hè, want anders zou je ook bewegen tijdens wat je allemaal meemaakt in dat die klopt. Dromen. Het lichaam is dan, dat is als de remfase, hè. Dat is de rapid eye movement fase. Het lichaam dat ligt dan als verlamd op bed. Ja. En alleen de ogen bewegen, waardoor we dus beschermd worden. Tegen beschermd worden dat we gaan bewegen, dat we echt gaan bewegen. Ja. Oh, ik voel het altijd andersom. Ik voel altijd eerst mijn lichaam gaan paralyzen en dan val ik in slaap. Maar goed, ik ben een moeilijke slaper, dus misschien ligt dat daar. Maar je zegt meestal is dat dan dus als je al slaapt en dan dieper in je slaap komt, dan gaat dat lichaam wordt helemaal uitgeschakeld. Want in de andere slaapfases, daar verander je iedere keer van slaaphouding. Dus je beweegt altijd wat in bed. Maar tijdens de remfase, dus die fase met die actieve dromen, dan ligt het lichaam er verlamd bij. En dan heb je dus die meest levendige dromen. In die andere slaapfases komen ook wel dromen voor, maar die lijken meer op gedachten of gesprekken. Dus daar zijn verder geen beelden of bewegingen bij. En in meditatie heb je eigenlijk hetzelfde in een versneld tempo. Je doet je ogen dicht. En doordat er dan geen licht meer binnenkomt, gaat de pijnappelklier al beginnen met serotonine om te zetten in melatonine. Het slaaphormoon. Mm-hmm. Mensen worden vaak een beetje slaperig de eerste minuten van een meditatie. Maar als het lukt om wakker te blijven, dan kom je op een gegeven moment in een diepe ontspanning. En in die hele diepe ontspanning, dan kun je er spontaan innerlijke beelden gaan zien of klanken gaan horen of gevoelens gaan krijgen of ineens bij je innerlijk weten komen, dat je ineens allemaal inzichten krijgt. En dat is ook een fase waarin dat melatonine wordt omgezet in die drie bewustzijnsverruimende hormonen. En wat is dan het verschil? Ik doe heel die cacophonie informatie, gedachtes, zeg maar, als je gewoon wakker bent. Dus wat is het? Wanneer vind jij van dit valt onder als melatonine omgezet in pinoline of DMT? En dit zijn gewoon de gedachtenstroom die een mens normaal gesproken ook heeft. Ja, dat merk je vanzelf als je bijvoorbeeld nog nooit, zeg maar, geen ervaring hebt in meditatie. Je hebt nog nooit gedaan en je begint met meditatie. Dan zal je merken dat je eerst nog met heel veel gedachten in je hoofd zit. En die herken je ook wel als gedachten. Maar die meditatieve ontspanning, dat is echt een ontspanning tegen de slaap aan. Alleen je valt niet in slaap. De eerste keren dat je dat doet, zal je misschien wel in slaap vallen. Maar op een gegeven moment niet meer. Dan zit je gewoon in een hele diepe ontspanning. En die beelden, gevoelens, et cetera, die komen gewoon spontaan op. En dat is moeilijk uit te leggen hoe je dan het verschil merkt, maar je merkt dat eigenlijk vanzelf. Die spontane ervaringen die dan komen, die doen ook een beetje denken aan dromen. Alleen je bent niet aan het slapen. Ja. Ja. En ik bedoel, dit is het gebied, precies, hè, want hier heb jij ook heel veel boeken over liggen. Wat jou als jong meisje bij wijze van spreken ook al heel erg aansprak. Hè? Ja. Dus wat zijn nou
Wat gebeurt er in onze slaap? Wat gebeurt er wanneer we mediteren? Wanneer als we gewoon bij waken zijn? Dus die verschillende bewustzijnsniveau, die kan je ook meten door allerlei verschillende frequenties. Hè? Dus de delta, de theta, de alfa en de beta. Dan zijn ze die ook blijkbaar echt te meten. Ja, ja, dat zijn de hersengolven die je daar noemt met die Griekse letters. Dat zijn frequentiebanden in ons elektroencefalogram, zoals dat heet. Ja. Dat is de elektrische activiteit van de hersenen. Die kun je meten op allerlei manieren. En als wij normaal in ons gewone waakbewustzijn zijn, zoals we nu zitten te praten, dan zitten we vooral beta-golven te produceren. En dat zijn de hoogfrequente hersengolven, zo tussen de 12 en de 30 hertz. En als je gaat mediteren en je begint, je doet je ogen dicht, je gaat ontspannen, dan komen er alfagolven. Die zitten zo in het gebied van tussen de 8 en de 12 hertz. Hertz is het aantal trillingen per seconde, wat je dan in zo'n grafiek ziet. En als je in die staat komt, zeg maar die veranderde bewustzijnstaat, dat die pijnappelklierhormonen een rol gaan spelen. Die bewustzijnsverruimende hormonen. En je gaat spontaan allerlei ervaringen krijgen. Dan kom je dus in het theta-gebied. En dat is het hersengolvenfrequentiebereik van 4 tot 8 hertz. En dat zijn golven die je normaal bij een lichte slaap vertoont. En hele ervaren mediteerders, maar daar heb ik het dus over. Over kloosterlingen in het Verre Oosten, maar ook sommigen in het Westen. Die uren al jarenlang uren per dag mediteren, die kunnen zelfs zonder in slaap te vallen in het delta-gebied komen. En dat zijn de langzaamste hersengolven van 1,5 tot 4 hertz. En in dat delta-gebied kunnen ze een totale eenwording met het al ervaren. Dus echt gewoon een hele grootse mystieke ervaring. En dan is de pijnappelklier echt bezig om een flinke dosis DMT te produceren. Bijvoorbeeld ja, misschien wel leuk. In dit boek wordt dat heel mooi beschreven. DMT, hou ik hem zo goed voor de camera. Ja. DMT, de Spirit Molecule. Van Rick Strassman, inderdaad. Die heeft de DMT ingespoten bij vrijwilligers. En in verschillende doses. En heeft hij dus inderdaad al die effecten gezien die ik nu beschreven heb. En mensen, als die flink wat inspoten, dan konden mensen zelfs een bijna doodervaring krijgen zonder bijna dood te gaan. Maar ook die hele diepe mystieke ervaringen die kwamen. Ja, maar ook een soort holy. Je kan hem nu neerleggen hoor. Ja. Maar ook een soort. Tenminste, wat ik erover heb gehoord en gelezen, is dat mensen ook het gevoel hebben dat ze een soort kwantumsprong maken, alsof je naar je andere versie van jezelf gaat, of een soort hologramachtige beelden ziet van een soort van een parallelwereld van waarin je leeft. En hij is meestal kort, toch? Die DMT-ervaring. Ja, je maakt inderdaad een soort kwantumsprong, maar niet zozeer naar een ander zelf, maar wel naar een veel uitgebreider zelf. Daarom heb ik het ook over bewustzijnsverruimende hormonen. En die DMT-ervaring kan kort zijn of lang. Dat verschilt en naarmate je meer getraind bent in meditatie, kan dat dus ook langer aanhouden. Ja, dat is als je hem zelf doet. Maar het is die arts die heeft dus ook toegepast. Ja, en volgens mij is er ook een hele community nu die. Ja, het is, ik heb het nog nooit gebruikt, maar het is blijkbaar zo spectaculair dat het ook heel verslavend is dat je daar wel een beetje in wil blijven. Ja, hoe inderdaad. Ik heb, als mezelf respecteer, het pijnappelklieronderzoeker heb ik één keer meegedaan met de ayahuasca-ceremonie. Dat was in 2004. Ja, dan zit het in een combinatie. Hè? Dat is weer iets anders toch dat je puur alleen DMT neemt. Ja, nee hoor. Dat is inderdaad, dan is dat DMT in combinatie met de zogenaamde MAO-remmer. Een MAO, dat is een stof die DMT normaal gesproken afbreekt in de maag. Maar
Die stof die wordt geremd zodat het DMT opgenomen kan worden in onze bloedcirculatie. En dan gaat het naar de hersenen toe en gaat daar zijn werk doen. En dat wordt dan heel goed begeleid, heel respectvol. En dan wordt iedere keer wordt er een dosisje genomen. En dan kan je tot en met 4 dosis gaan. Nou, ik had er aan 3 al genoeg. En geweldige hemelse ervaringen gehad. Die toch denk ik wel minstens een uur aanhield. Ja. Maar ik weet dus ook dat als je dat regelmatig doet, als je dat bijvoorbeeld iedere week doet of iedere 2 weken, dan wordt de pijnappelklier lui en die produceert zijn eigen DMT niet meer. En als je dan stopt met zulke middelen nemen, dan komt de pijnappelklier op een gegeven moment wel weer op gang, maar dat duurt dan 4 tot 8 weken voor de pijnappelklier zijn eigen productie weer op gang heeft. Ja, en ja. Toen ik dat zo allemaal aan het lezen was, dacht ik, ja, dan willen we natuurlijk ook wel weten, kunnen we onze eigen DMT misschien ook nog wat verhogen? Of is dat dan door die meditatie? Ja, zeker. Juist door meditatie kun je je pijnappelklier trainen om om pinoline 5-MeO-DMT en DMT aan te maken. En je kunt het ook door klanken te maken met je stem. En verder geef ik in mijn trainingen ook allerlei oefeningen, allerlei verschillende meditatieve oefeningen uit de hele wereld, die dit stimuleren. Ja, want jij geeft hier ook cursussen. Inderdaad. Ga ik zeker een keer volgen. Maar als je over die verschillende frequenties hebt, hè, ik zie daar ook een boek, Straling onder toezicht, kan dat dan ook... Die is van jou, van Saskia, van jezelf, van Sander... Sander Funneman en George Remkes. Ja. Is het dan ook dat die frequentie, hersenfrequentie verstoord kan worden door externe frequenties? Moet ik dat zo zien of niet? Ja, waarschijnlijk wel. In ieder geval, daar zijn wel aanwijzingen voor. Het is namelijk zo, er zitten kristalletjes in onze pijnappelkliercellen. Die hebben allerlei bijzondere eigenschappen, maar even kort door de bocht. Die zijn dus gevoelig voor elektromagnetische straling. Die kunnen daardoor in trilling komen, waardoor er allemaal poortjes in de membranen van de pijnappelkliercellen opengaan. Er calciumionen naar binnen stromen. En dan vervolgens geeft die pijnappelklier alarmsignalen af naar de hersenen waarschijnlijk. Van, hey, we zitten in een stralingsveld. En niet alleen de pijnappelklier doet eraan mee hoor. Ook de rest van het lichaam wordt beïnvloed door straling. En dan heb ik het niet over stralingsintensiteiten waar je van opwarmt. Want dat wordt dus als de norm gebruikt. Hè, voor als je daar beneden zit, dan zou het veilig zijn. Mm-hmm. Maar ook onder die opwarmgrens heeft straling biologische invloeden op onze cellen. En niet alleen bij ons, maar ook in de natuur. En wat voor soort straling moet ik me dan voorstellen? Want ik begreep van jou gewoon al wat er uit de stopcontact komt. Dus dat je ook alle stekkers er eigenlijk uit moet trekken. Dat klopt, inderdaad. Dat is het 50 hertz elektrische veld wat uit ons lichtnet komt. En het ene stopcontact heeft een sterker stralingsveld om zich heen dan het andere. Hoe dat komt, weet ik niet, maar ik heb dat ooit eens gemeten. En ook alle apparaten die aangesloten zijn op het lichtnet. Dan moet je vooral kijken naar apparaten rond je bed. Gewoon je lampje of zo? Ja, of precies. Je radiowekker, je lamp, telefoon die opgeladen wordt, et cetera. En die apparaten die zitten allemaal met een stekker in een stopcontact. Nou ja, dan werken die snoeren, die brengen dat elektrische veld dus tot dicht bij je hoofd. Dus daarom is het heel belangrijk om zoveel mogelijk stekkers eruit te trekken voor je gaat slapen. Liefst alle. En die telefoon met die telefoonlader helemaal naar een andere kamer verbannen. En dan... Want die telefoons die zenden ook van alles uit. Zowel die looptelefoons in huis als je mobiele telefoon als die aanstaat. En,
Maar goed, we hadden het over, over de lichtnetfrequentie, de 50 hertz elektrische veld. Daarvan is aangetoond dat, dat de melatonineproductie, dus de productie van het slaaphormoon, verstoord wordt. Dus de pijnappelklier die produceert dan minder melatonine, waardoor slaapproblemen kunnen ontstaan. Nou, en is de een daar dan nog meer gevoelig voor dan de ander, of dat is nog onduidelijk? Ja, dat klopt. Er zijn verschillen in gevoeligheid tussen mensen. Ja. Nou, ik denk dat ik alle stekkers eruit moet gaan trekken. Dan een beetje als... Kijk, een 1/5 van de Nederlandse bevolking heeft gewoon last van slaapproblemen. Ja. En dat komt voor een deel natuurlijk door psychische stress, maar ook voor een deel door elektrosmog en voor een deel door een verkeerde omgang met licht. Dus tot 's avonds laat aan blauw licht bloot te staan. Ja, nee, helder. Dan nog... En want je had het over die kristallen die ook in die pijnappelklier zitten. Maar ook dat die een soort wordt verbonden met het hogere. Dus het spirituele, wat jij ook in je intro al over jezelf aanraakte. Dat daar ook jouw interesse ligt. Maar dat die pijnappelklier daar eigenlijk ook een soort verbintenis. Een beetje de tekening hier op dit boek. Dat die dus zeg maar verder straalt dan je eigen lichaam. Ja, zeg ik inderdaad. Dat goed? Verwoord ik dat goed? Dit boek dat is van de Pijnappelklier Masterclass, die ik samen met twee collega's geef. En een kunstenares die heeft voor ons deze afbeelding gemaakt van de pijnappelklier als kosmische antenne, dus antenne naar het hogere. En dat is wat je in veel oude culturen ook terugvindt. In het oude India, het oude Tibet, oude China, noem maar op, daar wordt dat dus beschreven, de pijnappelklier als kosmische antenne, zoals ik het maar zal noemen. Dus eigenlijk antenne naar de geesteswereld, naar de hogere wereld. En daar wordt de pijnappelklier in die cultuur ook een innerlijk oog genoemd. Het derde oog, dat zeg ik niet zo snel. Er zijn verschillende meningen over wat het derde oog nou is. Is dat het voorhoofdchakra, is dat het kruinchakra, is dat de pijnappelklier of de hypofyse? Nou, laat maar zitten, ik noem het gewoon het innerlijk oog. En dat interesseerde mij, dus ik ben gaan zoeken van... Zou ik in de wetenschappelijke kennis over de pijnappelklier iets terug kunnen vinden over die functie van innerlijk oog, als antenne naar de hogere wereld. Is dat dan hogere wereld spiritualiteit ervaring? Of reiken naar het goddelijke? Of hoe... Ja, ik bedoel eigenlijk de grotere wereld achter onze stoffelijke wereld. Dus waar de stoffelijke wereld een dun schilletje van is, zoals die ook ervaren wordt door mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. En zoals zij die dan tijdens die bijna doodse ervaring ervaren hebben. En wat voor ervaringen zijn dat? Om dat we toch een beetje beter begrijpen. Ja, dat zal echt in een grote wereld komen van licht die helemaal doortrokken is van liefde. Waar ze lichtwezens tegenkomen. En waar ze prachtige muziek horen en zo. Ja, dat komt toch heel erg overeen met mijn ervaring met de zwammen. dat heb ik ook gehad, die ervaring, ja. Ja, maar okay. Dat is dus ook met een bijna doodervaring. Ja, ja. En onder wat voor omstandigheden heb je die ervaring gehad? Een ceremonie, maar dan niet met ayahuasca, maar met een ander soort zwam. Maar daar zit wel ongeveer hetzelfde in. Ja, klopt. Dus ja, die stoffen lijken allemaal erg op elkaar. Hè? Die pijnappelklierhormonen en die stofjes uit zwammen en cactussen, noem maar op. Ja, nee, toen was ik ook helemaal in een bal van liefde en licht werd ik opgenomen. Ja, nou, dat bedoel ik nou. Dat is dus die hogere wereld die je op dat moment ervaart. En nou, ik ben dus gaan zoeken naar wat zit er in de pijnappelklier dat kan. En ik kwam dus natuurlijk die bewustzijnsverruimende hormonen tegen, hè, die als het ware de hersenen openen om die, waardoor we zo'n ervaring kunnen krijgen. En de kristalletjes in de pijnappelkliercellen, die sowieso al gevoelig zijn voor elektromagnetische velden, maar mogelijk ook voor energie en informatie vanuit hogere dimensies, vanuit het kwantumveld.
En daarom ben ik dus op een gegeven moment ergens in mijn leven ook de kwantumfysica ingedoken. Maar die snapt niemand, Saskia. Nee. Die is zo ingewikkeld. Het is ook mijn hobby, maar het is niet te begrijpen. Ja, het kwantumveld zou je kunnen uitleggen als de ruimte die er bestaat tussen alle materiedeeltjes in en ook binnen de atomen. Atomen zijn ongelooflijk holle structuren. En die ruimte, die is gevuld met ontzettend veel energie. En dat wordt ook wel het nulpunt energieveld genoemd. En dat is dus het kwantumveld. En ik ben er dus van overtuigd geraakt dat ons bewustzijn, ons hele geestelijke zijn, dat eigenlijk zich in het kwantumveld bevindt. Maar dat het lichaam er de ontvanger van is. En de pijnappelklier eigenlijk de hoofdontvanger. Een soort zender. Ontvanger en ook zender inderdaad. Ja, niet alleen een ontvanger, maar ook een zender. Heel fascinerend. Maar ik denk voor veel mensen nog best wel. Misschien ver van de bed zo, misschien ook helemaal niet. En kan je dat zelf dan ook oproepen? Ja, zeker. Zonder drugs kun je dat zelf ook oproepen, inderdaad. Dat kun je oproepen door meditatieve oefeningen. Bijvoorbeeld door eenvoudigweg mediteren. Maar je kunt er ook komen door bepaalde klanken te maken met je stem. Gewoon een tijd lang. Maar het is ook een soort roesachtig iets, hè? Dus bijvoorbeeld alcohol. Mm-hmm. Dempt die dat juist? Of maakt die dat bewustzijn ook open? Alcohol dempt het juist. Ja. Ja. Daar gebeurt het juist niet. Maar als mensen dat willen ervaren, dan kunnen ze terecht op de pijnappelklier workshops die ik geef. Ik geef zelf een 3-daagse over de pijnappelklier. En er is ook die 3-daagse die ik samen met 2 collega's geef, de pijnappelklier masterclass. 17 maart gaat er eentje beginnen. Nou, ik ga zeker dit jaar bij jou dat volgen. Ik vind het heel fascinerend. Hartstikke leuk, wees welkom. Ja, we moeten helaas nu afronden, maar ik denk dat ik heb er in ieder geval hartstikke veel van geleerd. En ik zal zorgen dat de links van deze boeken bij de omschrijvingen erbij komen. Ik denk dat mensen daarin geïnteresseerd zijn. Dankjewel, Saskia. Oké, leuk. Nou, heel graag gedaan. Ja. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.